We hebben niet zo goed nieuws, helaas. Helaas. Nee. Verona die heeft een heftige, heeft een heftige koliekaanval gehad donderdagochtend. Gelukkig was de manege er heel erg snel bij en is ze overgebracht naar Utrecht. Wij zijn ook naar Utrecht gekomen, want ik stond natuurlijk vast in de file, want dat gebeurt natuurlijk altijd als iets ernstigs gebeurt. In Utrecht is ze bijna gelijk geopereerd, dus dat is goed gekomen gelukkig. Ja. Bij de operatie hebben ze een verstopping gevonden. Volgens mij in de dikke darm. In de dikke darm. Die hebben ze eruit gehaald. En daarna is ze naar de intensive care. De eerste naar de recoverkamer heet dat. Daar worden ze dan wakker. En daarna is ze naar intensive care gegaan. Ja. Gelukkig heeft ze het allemaal overleefd. En heb ik vanmorgen het bericht gekregen uit Utrecht dat zij... dat ze goed de nacht doorgekomen is. Ze heeft nog wel een beetje koorts. Maar goed, dat is niet, dat vonden ze niet zorgelijk. Ze is heel nieuwsgierig naar alle onderzoeken. Ze kijkt vrolijk om zich heen. Ja, ze vindt allemaal heel erg leuk. ze hinnikt naar de andere paarden en de paarden hinniken terug. Dus dat is ook heel positief, vinden hun. Ja. En ik natuurlijk ook. Dus hoewel we echt heel erg geschrokken zijn en het echt vreselijk vinden... lijkt het toch allemaal wel goed te komen. Ze moet nog 2 dagen op de intensive care blijven, waar ze heel goed verzorgd wordt. En na die 2 dagen weten we pas 100% zeker dat het goed komt met haar. Maar ze gaat helaas, ik vind het zo jammer, ze gaat niet mee naar Paardenjutsenburg Live Event. Nee, ze moet echt in het ziekenhuis blijven, want ze zit eigenlijk nu gewoon in het paardenziekenhuis. We hebben daar goed over nagedacht, maar wij gaan wel naar het Paarden-YouTubers Live Event. Ja, omdat met Sterren en Henja. Met Sterren en Henja. Eén, omdat we voor Verona gewoon niet meer kunnen betekenen dan dat we nu al doen. Yeah. Twee, is natuurlijk een hele organisatie, zo'n Paarden-YouTubers Live Event. En drie, we willen jullie natuurlijk ook niet teleurstellen door niet te komen. Yeah. Dus we gaan wel. Wel natuurlijk met Vroontje in ons achterhoofd, dus toch ietsjes anders dan dat we gehoopt hadden, want we hadden natuurlijk wel heel graag gewoon gehad dat ze gezond en vrolijk mee was. Dus zondag gaan we wel, er wordt goed voor haar gezorgd, wij gaan vandaag bij haar langs, we gaan natuurlijk morgen bij haar langs. Zondag kijken we even hoe we dat doen, maar dan gaan we misschien ook nog wel eventjes bij haar langs. Ja. En hopelijk mag ze maandag dan naar de gewone afdeling, want ze is gewoon in een paardenziekenhuis nu, hè? Ja, paardenziekenhuis en we gaan straks ook naar haar. Ja, en dan gaan we even lekker poetsen en even lekker kroelen en even kijken hoe het met haar gaat. Ja. Maar de dokter was voorzichtig positief gestemd. Dus we hopen het beste. Voor wat betreft de video's, weet ik niet of ik het voor elkaar ga krijgen om alle video's af te krijgen voor zaterdag en zondag. Dit natuurlijk omdat ik heel veel heen en weer naar Utrecht ga, maar gisteren ook de hele dag in Utrecht gezeten heb. Dus dan gaat Verona toch even voor. Ik ga mijn uiterste best doen om toch nog iets aan de video's te doen. Maar mocht het zo zijn dat het ons niet lukt om zaterdag of zondag of zaterdag en zondag te uploaden, dan weten jullie hoe het komt. Ik wil in ieder geval iedereen al bedanken die zoveel voor ons gedaan heeft. De manege echt top hoe die gereageerd heeft, kan niet anders zeggen. Heel lief. En alle mensen die ons steun hebben gegeven en berichtjes gestuurd. En nou echt een warm bad. Fantastisch hoe iedereen ons bijstaat en ons helpt. Echt heel veel kusjes en knuffels en super bedankt. Dus bedankt voor het kijken naar deze video en... hopelijk zien we je dan toch gewoon zondag. Nou, gaan we afsluiten. Doei! Doei!